De meeste mensen kennen Utrecht van dit jochie. En Utrecht is ook bekend van dit pluizige knijn. Maar dat is niet het enige. Nou, ook van de Utrechtse volkstaal. He, eigenlijk is het een dialect, maar omdat het een volkstaal is geworden, in Utrecht schaamden we ons vroeger een beetje voor die volkstaal, is men het een accent gaan noemen. Dus geen dialect, maar volkstaal. Jezelf schamen voor je accent. Dat zou eigenlijk niet moeten, maar veel oudere Utrechters herkennen het gevoel wel. U spreekt geen Utrechts, want? Nee. Ik heb waarschijnlijk in andere wijken gewoond. En het was op school, werd het niet... Al werd het bepaald niet op prijs gesteld. Sterker nog, dan was strafregelschrijver in het Nederlands, werd dan gewoon opgelegd. Ja. Ja, ik kan me ook herinneren, bij ons op school kwam een logopediste om te vertellen dat we de A's en O's niet meer mochten zo uitspreken. En die T's, die moesten we niet inslikken. We moesten netjes leren praten. Tegenwoordig schamen we ons niet meer voor het Utrechts. Sterker nog, we stemmen massaal op ons favoriete Utrechtse woord. Jochie spreekt iedereen aan. Het is een uitdrukking die je emotie hebt. Mensen die elkaar jochie noemen, die mogen elkaar. Dat gaat automatisch. Als ik jouw naam even niet weet, maar ik denk, jij bent wel in orde, dan zeg ik, hey jochie, hoe gaat het met je? Nou, goed verteld, jochie. En hoe zit het nou met het andere Utrechtse woord, dakhaas? Dakhaas, dat weten een heleboel mensen al niet meer, maar dat is eigenlijk het woord voor een kat. Een kat die door een dak over het dak loopt en dergelijke. Dat is een dakhaas. Maar het is een beetje verbasterd in de loop der tijd naar een scheldwoord. Dat je achterlijke dakhaas tegen iemand zegt. Maar het is dus eigenlijk een kat.